President Chandrika Prasad Santokhi is vanmorgen vertrokken naar Port of Spain in Trinidad en Tobago, waar hij zal deelnemen aan het Agri Investment Forum en Expo 2. Hierbij zal het staatshoofd zowel in de functie van voorzitter van de CARICOM als in de functie van president van Suriname een statement geven. Het thema van het evenement is Transforming Agriculture Through Innovation and Investment. Het forum heeft als doel de agrarische sector binnen de CARICOM te versterken, zodat er gewerkt kan worden aan de voedselzekerheid binnen de regio. Tijdens het verblijf zal president Santokhi een speciale staatshoofdenvergadering bijwonen over de stand van zaken in Haiti. Deze vergadering is een voortzetting van de meeting die virtueel gehouden is op 15 juli 2022. Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaat ook mee op deze dienstreis. Het Agri Investment Forum en Expo duurt van 19 tot en met 21 augustus.